In deze korte quicktip leren we je het verschil tussen kleurtemperatuur en kleurtint. Daarvoor gebruiken we deze indrukwekkende portretfoto gemaakt door Irene Kerkman. Zowel de kleurtint als kleurtemperatuur kan je instellen in het witbalansmenu van je camera. Maar als je in RAW fotografeert, kan je dit nog veel nauwkeuriger afstellen in je nabewerking. De meeste mensen zullen daarvoor het pipet gebruiken, waarmee je in één klik zowel de kleurtint als kleurtemperatuur kan aanpassen. Je kan echter ook zelf die sliders bijstellen. Met de kleurtemperatuur kan je de warmte van het lamplicht corrigeren. Warm licht compenseer je met een koude, blauwe kleurtemperatuur. En koel licht compenseer je met een warme, gele kleurtemperatuur. Soms, en zeker bij kunstlicht, is het licht niet alleen warm of koud, maar heeft het ook een klein beetje een afwijking. Warm licht kan soms wat paarsig ogen en kil licht heeft soms een groenige gloed. Die afwijking corrigeer je met de kleurtint. Als je naar deze kleurencirkel kijkt, zie je het verschil tussen de twee sliders. Zowel kleurtint als kleurtemperatuur hebben elk een eigen as, waarmee ze afwijkingen in het licht kunnen corrigeren. Als je dit in je achterhoofd houdt, dan kan je heel eenvoudig zelf je witbalans fijnstellen.